Ja. Ik heb dus gisteren op onze groep gezet. Ik heb hier geen kans gehad. Maar dat is waarschijnlijk ook met hetgeen dat ik allemaal meemaak. Maar nu ben ik gisteren een dokter geweest en ik moet gelijk weer naar de kliniek voor onderzoeken. Dus ik wil je niet laten wachten. En ik ga gewoon dat filmpje erop zetten, ondanks dat er een stuk ontbreekt. Ik ga je tonen waar. Dus aan dat kopje, ben ik er doorgegaan, door ene kant van de knoop, door de kop. En het stuk dat mist is dat ik hier een stuk opneem, zo. Ik neem een stuk uit de kop. Uit de kop neem ik een stuk op. Ik kom terug door die nek en ik kom door dat tweede gaatje. En dan gaat hij mij zien knopen. Dus dat is het enige stukje dat mist. Nee, dat hij dus niet opgenomen heeft, waarom weet ik nog altijd niet. Ik zal dat nog wel onderzoeken. Maar dus, je ziet mij er met mijn naald doorgaan door één gaatje van de knoop. Dan ga ik door die nek en dan pak ik van de kop een stuk uit in het midden. Kijk, ik ga dat tonen. Je pakt een stuk uit in het midden en je komt weer door diezelfde plek op de nek, door het tweede gaatje. En dan worden knoopjes. En van dan gaat het weer zien. Het staartje zullen we dan ook wel zien. Ik bedoel, ik ga dat doen, want ik heb nu geen tijd meer om een nieuw filmpje te maken. Maar voor de mensen die voort willen, ik dacht bij mezelf als ik gisteren bij een dokter zat, mijn man was erbij, ik had zoiets van, ik zei tegen hem, zeg, mijn volgers zullen ook wat zeggen was met de die. Maar dus de twee knieën zijn vernieuwd, de slechte borst is geamputeerd, maar nu zit ik met mijn schouders. Dus er moeten foto's van genomen worden, dit, maar ze mogen niet verder spuiten met cortisone geven. Ja, het is nu eenmaal zwaar artrose en ik denk de meesten onder jullie ook wel weten wat dat is. Pijn, 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 pijn. Maar ik laat het er niet in de steek, zeker niet. Dus kijk. Ik ga dat andere filmpje, die niet zo geslaagd is, en ik ga dit als eerste zetten. Dat je weet, als je dan het filmpje volgt, dat je weet hoe dat je verder moet. He? Dus ik ga dat zo doen. Voor het staartje was het gewoon hierin steken, dus een paar draad maken dan die erdoor komen, en als die draadjes er hangen, vlechten. Knoopje erin, een staartje. Dus eigenlijk is het poepsimpel. Maar ja, ik zit nu eenmaal weer met de kliniektoestanden. Foto's, echo, noem maar op. Dus we doen verder. We doen verder. En blij dat het zomer voor de deur staat, wat anders. Toch moest het lukken, hoe slecht ook, een duimpje. Want dat doet mij altijd zeer veel plezier als ik duimpjes krijg. Maar ik wil er wel op blijven op YouTube. En ik ga ook inderdaad weer beginnen, want de dierenartsen is geweest voor juweeltjes. Ik maak poesjuweeltjes, dus dat weten. En die is geweest om een paar juweeltjes. En zij heeft ook gezegd, ja, ze zitten weer enorm gebrek aan kleine kwiltjes voor de poezen. Dus ik heb verschillende manieren kwilten. En dat zal voor de volgende keer zijn. Eerst mijn onderzoek. Tot later, hè. Daar. Goedemiddag allemaal. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Maar ik ga je even dat deze ook knap werken. Ik was dus alweer begonnen met een nieuw ezelke. Omdat ik zei dat ik de kop kwijt was. Maar als je Bibi kent. Tadaa. Een keer dat ik aan een nieuw begin, vind ik mijn oude terug. Dus nu moet je dat hier aan krijgen. Hè? Dus die kop moet hier aan. En dat gaat poepsimpel zijn. Je pakt dus een lange draad, maar van die, in mij is dan een 8 strand, 8, dus dat is 8 draden zogezegd bijeengewerkt. Je kunt dat kopen, of je kunt dat zeker kopen, dat is borduurraad. Je kunt dat zeker bij Marleentje vinden in Lokeren. Eigenlijk is dat zeer sterk een draad. En dat moet je hebben.
Dus dat doet in een naald. Gebruik een grote naald en geen knoop. Dat heb je niet nodig. Je pakt uw knoop en je pakt dus te zien, wil u ezelke zo of wil u ezelke zo. Daar waar uw knoop gaat liggen, is de achterzijde. Dus, mijn eerste was de knoop zo en dan is uw ezelke zo. Zie je? Als ik nu mijn knop hier doe, gaat dat ezelke de andere kant uitkijken. Dat kies je dus zelf. Je gaat door één gaatje van je knoop. En je steekt dat gewoon daar waar je kop moet komen. En je steekt dat hier lossen door. Lossen door. Voilà. En dan laat je een stukje draad hangen. Ik ga mijn camera naar beneden moeten doen, zodat jullie dat beter zien. Ja. Dus, nu doen we de vierde knoop. Je doet er zoveel of dat je wilt, ik doe er vier. Dan knip je dat schoon af. Voilà. En dan heb je je ezeltje. Nu, ik wil dit ezeltje nu bewaren voor allemaal spelden in te steken. Want ik heb al een zadelzakje. Maar het zadelzakje is er gewoon overleggen. Hier een steekje en hier een steekje. Dat is al. Dus wie het zadelzakje wil doen, doet het zadelzakje. Nu gaan we kijken voor zijn staart, hoe dan we dat doen. Dus kijk, dat wordt voor mij nu een wat ik al mijn speldjes ga insteken. En we nemen nu... We kijken voor zijn staart, nemen we nu dubbele draad. Stikt u een draad zo. Je moet wel, voilà, zo. En dan gaat hier één keer door. Zo. Eén keer door. Hij gaat door zijn poepje. Zie je? Gewoon door zijn poepje gaan. Je trekt er hem door. En je laat dat hangen. En nu gaan we nog een keer een nemen. Dat is beter dan, als je natuurlijk een groot gat hebt, kunnen ze allemaal hierin steken. Maar voor de mensen die dat niet kunnen, doe ik het op die manier. Dus dat is gemakkelijk, dat kan iedereen. Want zo'n groot gat, dat krijgen. Dus je pakt weer uw draad dubbel. Je steekt dat weer door datzelfde poepje. Zie je? Door datzelfde poepje ga je dat steken. Hapsedrijs. Door gewoon door. Gewoon door dat poepje. Zie je? En waar ben ik nu bezig? Wacht, hè. Ja, zo. En je snijdt dat ook weer los. Dus uiteindelijk heb je nu 8 draden. Hè? Hier een keer 4 en hier een keer 4. Wat doe je? De die van buiten 2 laten hangen. En de middenste 2 houden. Dus, ik hoop dat jullie het goed zien. Kijk, ik ga ze al een kopje wegdoen. Kijk, hè. Dus, de buitenste 2 draads houden. En 2 keer 2 van binnen gebruikte voor te vlechten. Zie je mee? Dus nu gaan we dat gewoon vlechten, hè. Dus ik denk dat iedereen dat kent. Hopsedrees, hopsedrees, hopsedrees. En dat is gewoon vlechten. Totdat je een staartje krijgt. Dus ik ga best verder vlechten, maar ik ga wel een beetje op pauze zetten, want anders wordt dat vervelend voor jullie. Dus, zie je, zijn staartje is gevlochten. Als je denkt, kijk, dat is lang genoeg voor mij, hè, dan moet je daar een knoop in doen.
Dan doe je daar een knoop in. Heb ze erin. Kijk, daar zit de knoop in. En dan knip je dat korter, dat hij zo wat vroemeltjes aan zijn staartje niet. Zie je, kijk, zo. Zo heeft hij wat vroemeltjes aan zijn staartje. De. Dus koop mensen. Kijk, hier is het. Zijn staartje, zijn kopje die kan draaien. Dus dat is de achterkant. Dat is de voorkant. Hij kan schoon plat staan. Dus, hier is ons ezeltje.